Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Fotogeniek. En vandaag duiken we helemaal in de mode, maar echt in een speciaal stukje mode, want we zijn bij Laurie Bessems. Hey Laurie. Hoi, wat leuk dat je er bent vandaag. Ja, dankjewel. Echt heel leuk dat ik hier mag zijn. Het is echt heel tof hier. Maar we gaan eerst even kijken naar jou. Want je bent natuurlijk modeontwerpster. Ja. Ik weet dat. De kijkers thuis niet. Ik weet dat je dingen doet met breien. Ik weet dat je dingen ontwerpt voor bruiden. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, ik heb mode gestudeerd met specialisatie in breien. Deze opleiding was in Engeland. Daar heb ik 3 jaar in Nottingham gewoond. En echt de specialisatie in breien. Echt het hele verhaal van dier tot garen tot product. En ik ben inderdaad 2 jaar geleden in coronatijd mijn label begonnen met vooral accessoires voor bruiden. Wat tof. Ja. En wat maak je dan precies? Vooral omslagdoeken. Zeker ook in coronatijd werden bruiloften uitgesteld. Het trouwseizoen was wat langer, dus er werd ook getrouwd in de winter. En, dus ik maak omslagdoeken van mohair, alpaca en zijde. Allemaal hele mooie luxe materialen. Ja. Heel veel handwerk zit daarin. Mm-hmm. En daarbij maak ik ook haarbanden of diadeems, speldjes met parels, met half edelstenen, bergkristal bijvoorbeeld. Heel tof. En daarbij ben ik ook een tweede collectie begonnen, een tweede lijn. LB Accessories heet die. En dat is een lijn op een iets lager prijspunt, iets toegankelijker. En deze is ook meer voor speciale gelegenheden of voor feestjes. Of bijvoorbeeld kerst of een première. Of ja, bijvoorbeeld. Ja. Of gewoon voor elke dag. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Want eigenlijk zorg jij ervoor dat iemand helemaal ready is om naar een feest te gaan of naar een bruiloft te gaan. De laatste finishing touch. Ja, echt de finishing touch. Echt de kers op de taart. Echt net dat detail, dat maakt het toch net iets specialer. En zeker ook voor de bruid, als je overdag een sluier draagt en 's avonds de sluier gaat af, dan is het wel leuk als je ook echt nog een mooie accessoire in de haar hebt, waarmee je echt nog de bruid bent, ook 's avonds op het feest bijvoorbeeld. Heel tof. Ja. Ja, en daarbij heb ik dan een stichting gestart samen met mijn moeder en met een aantal andere dames. Mm-hmm. En dat is een sociale breiclub. Eigenlijk voor ouderen ook. En om een sociaal isolement te voorkomen. Vooral in coronatijd was daar veel behoefte aan. En dat breien we ook. Dus stukje dagbesteding. Ja, klopt. Het breien zit er echt dat zit er echt in. En doe je dan ook echt die technieken die je dan hebt geleerd op de school met die mensen? Of doe je dan meer de techniek wat de mensen van vroeger kennen? Eigenlijk allebei. Ja, we leren echt van elkaar. Iedereen heeft zijn eigen techniek, zijn eigen verhalen ook bij een, of bij een trui of bij een ander project. En dat is wel heel leuk om daar elkaar iets over te leren en om ervan te leren natuurlijk. En mogen ze ook meehelpen aan je collectie? Er zijn een aantal dames die inderdaad mij ondersteunen in het productieproces. Maar het zijn eigenlijk echt twee losse dingen. Dus echt mijn label met de hele speciale kleine accessoires, zoals ook oorbellen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daarnaast dan het voor breigoed maken we ook items die we verkopen. En voor van de opbrengst daarvan kunnen we een kopje koffie schenken op tijdens de breimiddag. Heel leuk. Heel tof dat jullie dat doen. Ja, vind ik ook. Ja. En daarbij krijgen we ook garen gesponsord. En dat garen, daarvan maken wij friemelmouwen, heet dat. En dat is een friemelmouw? Ja, dat zijn mouwen die dragen mensen met bijvoorbeeld dementie over hun eigen kleding. En daarmee kunnen ze friemelen. Er zitten belletjes aan en kraaltjes. En hun eigen kleding ook te beschermen. En daarmee hebben ze ook een bezigheid, zeg maar. Dat is wel heel tof. Ja. Nice. Ja, heel alles omvattend. Heel allround, eigenlijk. Maar wel allemaal heel erg op het stukje mode en iemand eigenlijk laten stralen. Ja, het eindresultaat. Ja, en voor mij, als ik maar iets kan maken, dat vind ik geweldig. Als ik van een materiaal een item of een haarband of een kussen kan maken. Ik heb de bank zelf gestoffeerd bijvoorbeeld. En ik iets zie of denk, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Hè? De quote van Pippi Langkous. Dan ga je het gewoon doen. Ja. Gewoon doen. Heel tof. Want wat het leuke is, het is niet alleen maar dat je je collectie maakt. Ik heb natuurlijk al even kort met je gepraat. En ik ken je natuurlijk. En ik weet gewoon dat het hele mooie atelier wat je hebt, dat je dit gewoon zelf hebt gemaakt. Ja, klopt. Ja, de hele verbouwing, het hele ontwerp van het interieur. Alles helemaal in lijn. Ook van de collectie. Dit is ook de showroom waar bruiden samen met de entourage kunnen komen passen bijvoorbeeld. En Heel gaaf en complete beleving. Ja, zeker. Nice.
We gaan nu wat werkshotjes maken. We zijn begonnen hier met het ontzettend mooie pand te fotograferen. Nu gaan we de in-actiefoto's maken. Maar voordat we beginnen, even goed alles instellen en dan gaan we aan de slag. Maken nog even een werkshotje, want het is echt wel heel gaaf om te zien dat ze dus hier aan die hele lange tafel zit en dat ze het dus echt letterlijk met de hand maakt. Nou, dan zit er nog maar één ding op. En dat is het portret. Ik heb de perfecte plek gevonden. Kom maar eens hier naartoe en dan mag je hier onder de balk gaan staan. Wat het leuke is, als ik hier een portret van je ga maken, dan krijgen we dus op de achtergrond je werkplek in beeld. En we hebben hierboven een fantastisch raam. En daarmee kan ik heel mooi daglicht creëren. Ja, nou perfect. Ik ga eens in mijn camera instellen en dan gaan we een portretje schieten. En dan mag je eigenlijk gewoon eens even zo draaien. Yes. Ik ga nog één keer doen. 1, 2, 3. Ja, we gaan even draaien. Ja, we draaien. Yes. We hebben hem. Bam. En meteen het nieuwe gave product speciaal voor Limburg. Atelier Vastelovend. En nu gaan we naar de studio voor de aftertalk. Joejoe. Zo, daar zit ik weer. Terug van de studio. In de aftertalk. En wat was dit? Een hele toffe shoot. Nou ja, goed. Zoals jullie hebben gezien waren we bij Laurie. En Laurie ontwerpt natuurlijk. En het was zo gaaf om die atelier te zien. Vooral leuk omdat het echt nog nieuw is. En ja, wij daar nu als eerste waren. Nou ja, we gaan even beginnen met de foto's. Dit zijn de foto's waar we mee begonnen. Dus dat zijn de foto's van hoe het daaruit ziet, atelier. En wat ik hier heel erg leuk vond om echt op de details te letten. Zoals ik vertelde, zie je echt gewoon dat ze op details letten in het plafond, in de vloer. Ja, het werk, de dingen die ze maakt die mooi terugkwamen. En alles merkt je echt de stijl. En deze foto's, ja, die geven voor mij echt wel weer hoe het daar is. Hoe daar de sfeer is, wat dat bedrijf is. En dit zijn dan mijn favoriete foto's. Nou ja, goed, daarna gingen we verder. Want we gingen natuurlijk een foto maken van hoe ze aan het werken was. Leuk is dat daar alles in één ruimte is, dus je kunt gewoon lekker doorlopen. Ik moet wel heel eerlijk toegeven dat ik wel wat last had van het licht. Ik kan natuurlijk mooi licht van buiten, maar het licht dat we binnen hadden, die mengelmoes daarvan, dat was niet zo mooi. Daarmee kreeg ik veel te veel overbelichting en veel te veel lichte flinke plekken. Dus om die reden heb ik uiteindelijk het licht uit laten zetten en heb ik het echt met de camera, dus voor de mensen die een beetje verstand ervan hebben, hogere ISO gewerkt en uiteindelijk toch een mooie sfeer gekregen. En als je ziet, ik heb wel heel bewust gekeken naar een bepaalde techniek. Ik heb heel bewust gekeken om hier met schaduw diepte te gaan werken. Enerzijds dat het spannend beeld oplevert. En anderzijds ook weer voor het stukje ja, licht op te lossen. Zoals je hier ziet, maak ik een foto. Ben ik scherp aan het stellen op het product. Dus het product is scherp. En waar ze aan het werken is, dat is onscherp. En bij deze foto is het weer andersom. Hierbij ben ik sowieso eigenlijk anders aan het werk, want ik ben een close-up aan het maken. Hierbij zie je heel erg goed wat ze aan het doen is. Dus ik ga over het product heen, dat is onscherp. En dan zie je de werkzaamheden. En dat heeft te maken met scherpte diepte. Nou ja, uiteraard kon het portret van haar niet ontbreken. Dus die hebben we ook even gemaakt. En daarvoor was, zoals ik al vertelde, het heel belangrijk om goed te bepalen waar ze ging staan. Wat ik graag in beeld wilde hebben en hoe we weer met het licht gingen werken. Nou hebben we heel goed kunnen werken met die dagkoepellicht. En daarmee hebben we gekeken weer met scherpte diepte. Dus we zetten haar in de ruimte neer. We gaan heel goed kijken of de achtergrond zichtbaar is wat ze doet. En dan gewoon een leuke sfeer creëren. En dit was dan mijn favoriete foto. Nou ja, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En ik sluit af met een joejoe!